70.000 keer per jaar rukt ergens in Overijssel de ambulance uit. Bijna 200 ritjes per dag. 133 A1 Enschede. De ambulance en politie zijn met spoed onderweg naar u toe. De meldkamer geeft door waar de ambulance heen moet. Maar wat ze dan aantreffen is bijna altijd een verrassing. Het mooie is, je weet nog wat je s'morgens te wachten staat. De ene keer ja, is het gewoon heel rustig en de andere keer is het druk. Ja, je gaat altijd met z'n tweeën apart, dus ja, gewoon een uitdaging. Dat maakt het werk ook zo leuk, ja, dat je gewoon 's ochtends ook niet weet hoe de rest van je dag eruit ziet, of de avond of de nacht. En ja, je komt overal, elke werkplek waar je werk doet is weer anders. Blijft een mooi vak. Maar dat zijn de mooie dingen, je komt overal. Ja, ik vind het een prachtige baan. Okay, daar ligt de patiënt. Ja. Eens even kijken, volgens mij zit rechtsop. Dus... Annelie Eshuis werkte eerst jaren op de intensive care voordat ze de opleiding tot ambulanceverpleegkundige ging volgen. Nu rijdt ze alweer 4 jaar rond. In het ziekenhuis had je altijd nog gelijk je collega's die bij kwamen springen of een arts die erbij kwam. Maar nu is het echt, je staat er alleen. En, of met de chauffeur dan natuurlijk, je bent altijd met z'n tweeën. Maar op dat moment is wel mijn taak om de beslissing te maken, ga je iemand wel of niet vervoeren. Vond ik wel heel erg spannend aan het begin. En ook vooral omdat je niet weet wat je krijgt. Het kan een kind zijn, een volwassene, bejaarde. Alle ziektebeelden kunnen zich voordoen. En dat maakt aan het begin wel heel erg spannend. Ja, dat was hem al, jongen. Ja. Oké. De ambulanceverpleegkundige moet een 1000-poot zijn die zelfstandig kan werken. Samen met de chauffeur moet hij of zij snel kunnen handelen onder alle omstandigheden. Toch verdient Annelie nu minder dan wanneer ze gewoon in het ziekenhuis was blijven werken. Ja, dat is op het moment inderdaad met alle acties, dat is wel heel erg zuur. Ja. Vooral omdat dat het vereist is om dit beroep uit te mogen oefenen. Dat je IC-verpleegkundig of SCH-verpleegkundig of anesthesie-medewerker bent. En terwijl je in het ziekenhuis meer betaald krijgt dan bij ons, dat klopt niet. Nee. Collega's van Annelie en Richard van Ambulance Oost voerden afgelopen woensdag actie voor een betere cao voor ambulancepersoneel. Ze deden alleen nog spoedritten. De twee ambulancediensten in Overijssel, RAV IJsseland en Ambulance Oost, hebben 1 directeur. Hij heeft geen pasklare oplossing, maar wel begrip voor de acties van zijn mensen. Ik vind inderdaad dat dit een zwaarder beroep is dan in het ziekenhuis. En dat het ook logischer zijn als je uit het ziekenhuis komt, dat je uiteindelijk hier meer gaat verdienen. Het is wel complex inderdaad, want in de ambulancezorg verdien je weliswaar een wat lager basissalaris, maar wel een hogere OT. En er liggen ook al voorstellen van werkgeverskant om op allerlei manieren dat te repareren. Maar dat wordt nu teruggebracht tot alleen maar procenten. En dat maakt het ook wel heel moeilijk in dit debat. Ondanks allerlei hulpmiddelen is het zwaar werk op de ambulance. Voor de chauffeur en voor de verpleegkundige. Toch moeten ze allemaal doorwerken tot hun 67ste. Een goed leeftijdsbeleid is daarom ook een van de actiepunten van de vakbonden. Het is wel door die onverwachte momenten dat je met spoed weg gaat rijden. Je moet soms ook wel hele zware mensen van de grond aftillen. En nu is het nog op straat waar je alle ruimte hebt. Maar stel het is op een klein toilet op de bovenste verdieping van een woning. Dan wordt het wel eens heel erg moeilijk van hoe krijgen wij die patiënt beneden. Het zal heel zwaar worden als ik op mijn 67ste nog zo'n patiënt van boven moet tillen. Ja, absoluut. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je het werk tot 67 jaar doet. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je op de ambulance tot 67 jaar werkt. Voor mijzelf zal dat wel gaan. Maar dat geldt voor de hele Nederland natuurlijk. Heel werkend Nederland, ook voor de bouw en voor allerlei andere takken van sport. Dus dat is inspannend inderdaad. En ik probeer als werkgever wel een oplossing in te zoeken. Ook volgende week gaan de acties van ambulance medewerkers nog door. Maar echt hard worden de acties niet, want het zijn allemaal mensen die hun werk met liefde doen. Nou, daar lig je dan. Ja, had ik niet verwacht. Nee, ik ga niet meer terug naar het ziekenhuis. Nee, daarvoor vind ik dit werk te leuk. Ja, absoluut.